Eindelijk. Is dat het toverwoord van vandaag? Ja, ik denk het wel. Kijk, het was niet misschien onze beste wedstrijd qua veldspel. Maar ik denk dat we met z'n allen keihard geknokt hebben voor elkaar. En uiteindelijk die ene over de streep getrokken hebben. Echt enorme opluchting. Ik zag Gerard Neuer als Diego Simeone in zijn beste dagen langs de lijn. Jullie allemaal elkaar in de armen vliegen. Ja, opluchting. Ja, dat denk ik wel. Ik denk als je hier thuis tegen RKC de laatste 5 minuten gelijk speelt. Thuis tegen NAC verlies je met 2-1 terwijl je die wedstrijden gewoon goede partijen speelt. Maar dan sta je eigenlijk nog niet met leeg, maar met 1 punt uit 2 wedstrijden. Dat is gewoon zonde en we hebben de punten hard nodig. En dan denk ik tegen Volendam, waar een goede elftal is, bovenin staat, dat je een mooie overwinning boekt vandaag. Heel veel mensen zien Dordrecht niet elke week spelen. Die zien dan de samenvatting, die zien ook de reacties van met name de trainer. Die zegt elke keer, ja, het is goed, we hebben goed gespeeld, prima gedaan. Alleen dan begint het bij ons ook een beetje merkwaardig te zijn, snap je? Omdat je 0 punten haalt, maar elke keer is het goed en goed en goed. Ja, precies. Kijk, in het begin was het nog van jongens, we kunnen hierop voortbeduren. En het goede spel moeten we nou maar een keer gaan omzetten in overwinningen. Ja, als dat dan elke week is en je staat steeds met een nederlaag, dan komen er andere dingen bij een wedstrijd kijken. En ik denk dat we vandaag goed op 1-0 komen. Misschien soms de halve kansen die we krijgen beter moeten uitspelen. Maar gewoon dat we het achterin goed dicht hebben gehouden. En die redding van Tim, 1-op-1 met de spits van hun Jack Tuyp volgens mij, die pakt hij goed. En daarna hebben we weinig weggegeven. En zijn we blijven vechten voor elkaar. Hey, laat het iets breder trekken. Jij hebt Dordrecht ook meegemaakt in de Eredivisie. Sterker nog, jij scoorde het laatste doelpunt toen thuis tegen Ajax. Je hebt vorig jaar Dordrecht meegemaakt. En nu, wat is er nou veel veranderd binnen Dordrecht? Het spelersbudget is teruggegaan naar 450.000. Maar wat is er nou nog meer veranderd? Hoe merk jij dat als speler? Ja, in de Eredivisie zit het stadion elke week vol. Omdat je dan wat mooiere wedstrijden speelt. Vorig jaar heb ik ze dan niet meegemaakt omdat ik in het buitenland heb gespeeld. Maar ik heb ze wel wat kunnen volgen en vooral ook jongens die hier speelden gesproken, waarmee ik nog zelf speelde. Ja, en dit jaar zie je dat we hebben een jonge groep en ook wel een gretere groep. Alleen soms de wedstrijden waar we het net over hadden, die je dan goed speelt, die moet je eigenlijk omzetten in overwinning. En ik denk dat dat wel veranderd is. Ja, met het budget, dat weet je eenmaal dat je niet voor de centen komt spelen, om maar zo te zeggen. Dus het is meer een club om jezelf in de kijker te spelen en om een stap weer hoger op te maken. En ik denk dat wel hetzelfde is met toen ik hier in de Eredivisie speelde. Marco Bogers zei zojuist, eigenlijk is FC Dordrecht een hbo-opleiding om te slagen in het profvoetbal. Heeft hij daar gelijk in? Ja, dat zegt hij ook altijd tegen ons. Van, jongens, jullie komen hier niet om hier te eindigen. En jullie moeten er alles uithalen om een stap omhoog te maken. En daarbij heb je resultaat nodig en daarbij heb je ook elkaar nodig. En wat Marco doet is ons ook gewoon eens af en toe een zetje geven. Of een steun in de rug, of hoe je het ook wilt noemen. Om ons de juiste kant op te duwen. En dat doet hij op zijn eigen manier. En iedereen heeft het anders nodig. En de een heeft een ei over zijn bol nodig en de ander heeft een schop onder zijn reet nodig, om maar zo te zeggen. Dus ik denk dat je dit inderdaad kan zien als een club waar je een opleiding bent. Is het niet af en toe gek dat je hier naar ongeveer 1500 bruto verdient? Dat zei Marco Bogers tenminste. En als je naar de amateurs gaat, zeker die derde divisie, verdien je vaak meer. Ja, dat is waar. Ik denk voor de jonge jongens hier dat je op een podium speelt waar je jezelf kan bewijzen. En ik denk dat je dat moet afwegen met elkaar. Ik denk dat de jongens die hier zitten, die willen nog niet naar de amateurs toe. En die willen zichzelf in de kijker spelen. En die hebben het dan wel voor over om voor 1500 bruto te spelen. Dus ik denk dat het is. En de jongens die in amateur spelen, ik ken er ook een paar. Die werken ook gewoon nog daarnaast. En die hebben misschien niet meer de ambitie om in betaalde voetbal te komen. Jij hebt nooit, jij hebt ook voor die keuze gestaan. Maar jij hebt bewust voor het betaald voetbal nog gekozen. Ja, ik denk eigenlijk dat het nog niet nodig was om naar de amateurs te gaan. Maar hier speel je ook op amateurbasis? Ja, klopt. Ik heb met Marco gewoon een afspraak gemaakt om op amateurbasis te komen spelen. Omdat ik dan in eerste instantie mijn conditie was het eerst om mijn conditie op peil te houden. Later wilde ik gewoon ook wedstrijden spelen. Omdat het duurde allemaal lang op de transfermarkt. En in eerste instantie wilde ik nog naar het buitenland, heb ik aan hem aangegeven. Nou, dat kwam er niet van, of in ieder geval niet wat ik wilde. Dus toen heb ik met Marco afgesproken, ik kom hier op amateurbasis, zodat ik in de winter of eerder, omdat andere transfermarkten eerder open gaan, dat ik de keuze heb om, als er iets moois komt, te vertrekken. Is er niks gekomen?
Nee, nu nog niet, maar ik weet ook niet of het mogelijk is om nu te vertrekken. Omdat de andere markten volgens mij dicht zijn. Wat ik weet is volgens mij Australië of iets nog open. Maar wat ik zeg, ik kijk wat er komt. En als er iets moois is, dan ga ik erover nadenken. Maar tot nu toe hou ik me er nog niet echt mee bezig. Laat me eerst maar hier goed presteren. En goed fit worden, mezelf weer in de kijker spelen. En dan gaan we verder kijken. Nou ja, in elk geval zo'n overwinning op Volendam. Eindelijk een overwinning, dat helpt. Ja, precies. En dan volgende week moeten we naar de Graafschap toe. Mooi. Als we daar weer een mooi resultaat kunnen neerzetten, dan kunnen we weer wat omhoog kijken.